Nou, er zit natuurlijk een groot stuk zit erin in de rust en in de structuur van hoe je de les aanbiedt. En ook zonder te veel afleidende prikkels. Ik denk dat dat een voorwaarde is voor iemand met autisme. Jacco heel goed mensen vertrouwen geeft. Dat je kijkt echt op de mens, op de persoon. Omdat je toch als ADD'er of ADHD'er heb je toch wel een extra steuntje in de rug nodig. We zijn natuurlijk gefocust op de weg. Maar tegelijkertijd kunnen we ook grappen maken en een ontspannen sfeer hebben. Er komt nog het sociale aspect bij kijken als je auto gaat rijden. Je zit natuurlijk met een instructeur in de auto. Is het dan raar dat je de hele tijd in je rechterspiegel moet kijken? Want dan moet je diegene eigenlijk, kijk je diegene ook aan? Dat is ook best wel raar, want wat moet je daar dan mee? En moet je dan naar diegene lachen, maar je bent toch serieus bezig? This is your ending fire, and we shall all burn together. Watch the flames climb high into the...